allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Weer een update natuurlijk. Het is vandaag woensdag, ik neem dit op om 9:50 s'avonds. Ik heb net gewerkt en ik heb de hele dag school gehad. Maar ik had toch zin om op Star Stable te gaan, want ik ben tegenwoordig ineens elke fucking dag online. Omdat ik letterlijk al deze races doe. Zo. Dus, gaan jullie Pizzader kopen? Ah, ja, dat weet ik dus nog niet. Ik ga ze eerst bekijken. Misschien. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, ja, update. Dus wat zij al zegt, er zijn Lipizzaners. De vernieuwde Lipizzaner. Ik heb ook een oude. Ik vind die echt vreselijk. En er is ook dressuur vandaag. Ik heb het nieuws voor mij. En volgens mij zijn die paarden best wel heel erg leuk. Dus eigenlijk denk ik dat ik weer Starcourse ga spenderen. Maar ik zou mijn god niet weten welke ik ga kopen. Maar deze video komt dus donderdagochtend online. Dus dat. Even loeren. Waar staat die? Ja, natuurlijk. Oh, in Fort Pinta en de andere bij de Jorvikstal. Nou ja, ik heb net even alle races gedaan. Oh, ik moet trouwens nog deze doen. Wacht. Oh, die ga ik even doen. Thema van vandaag. Roze. Oh, dat gaat hij dan gewoon helemaal weer opnieuw. Zeg maar, vorige week was het toch ook gewoon op woensdag roze. Nou, anyway. Hoppatee, roze. Ben je klaar? Ja, zeker ben ik klaar. Volgens mij heb je het prima gedaan. Roze staat me goed. Ja, dat weet ik. Alles staat mij. Nee, grapje. Oké. Zo, even weer verschillen. Oké. Nou, goed. Zoals je ziet heb ik echt best wel veel van die munten. Ik ben één hele dag niet online geweest. Maar ik heb ook echt heel veel munten van vorige jaren gevonden in mijn kast. Dus dat. En ik wil ook even zeggen dat ik eindelijk de trailer heb gevonden. Dat is deze namelijk. Want de vorige keer ging ik met die rare wijf van van het kampioenschap. Maar we moeten toch naar Fort Pinta. Dus laten we gewoon naar het kampioenschap gaan. Dit is gratis. Dus ik ben heel, heel gierig. Maar goed, ik ben benieuwd. We kunnen dus ook nog dressuur doen vandaag. Maar laten we dan eerst, ja weet je, als we dan toch gaan kijken naar de paarden. Dan misschien ga ik wel dan dressuur doen met mijn nieuwe Lipizzaner. Dat is natuurlijk wel leuk. Mocht ik er één kopen. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. En dan doen we op het laatst de dressuur wel. 950 starcoin is echt super duur. Ik klik even hier op en nee, want ik heb al een groepsrace gedaan. er zijn ook 8 nieuwe zadels. Wacht, ik ga even... Oh ja, ze kunnen ook op dit paard. Dat vind ik wel nice. Dus dan kan ik ze alsnog laten zien. Sowieso. Dit zijn van die Iberische zadels. Zijn de stads goed? Ja. Oh, en de dekjes zijn ook wel heel leuk hoor. Maar ze kunnen op... De Lipizzaner dan en de Andalusier, Pasfino en toekomstige rassen. Maar ja, Star Stable is druk bezig om al die dingen te maken voor elk paard. Maar ja, wel leuk. Ik hou niet zo erg van die bontjes eigenlijk. Al ziet het er wel schattig uit, maar ik weet niet. En ik vind, ja weet niet, dat is wel leuk. Maar ik denk niet dat ik gauw zo'n zadel ga kopen eerlijk gezegd. Waarom staat zeg maar dit zo erg door elkaar? Waarom niet gewoon de dekjes zo bij elkaar? Maar goed. Je hebt hem zwart met zilver, zwart met goud. En dan heb je eigenlijk allemaal kleuren met zowel zilver als goud. Ja, leuk. We gaan hier kijken, want hier staat het paard als het goed is. Is dit hem? Ja, ik denk het wel. De Lipizzaner. Oké, we gaan kijken naar de animaties. Dit is de helemaal witte. Ik ben eerlijk gezegd niet echt up-to-date van welke er nog allemaal meer zijn. En welke kleuren, dus goed. Stap. Ik heb wel trouwens iets van spoilers gezien, maar dat is alweer een tijdje geleden. Dit is draf. Galop. Ik vind het best wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben al niet al te kritisch vaak. Als ik dan iemand anders zijn video's terugkijk en die is wel kritischer, denk ik eigenlijk achteraf van, oh ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Maar ik zie het gewoon niet, want ik zie liever het positieve dan het negatieve eigenlijk, over het algemeen. Dit ziet er echt super schattig uit. Dit is een speciale gang, dat heeft hij dus. Hij heeft ook een speciale pas. En dat is deze. En eerlijk, ik vind het goed gedaan. Ik wil even kijken, goed kijken naar de voeten. Dat hij, ja, hij zakt niet te erg door of zo, weet je wel. Dus dat is echt... Ja, ja ik vind het wel leuk. We gaan naar... Wacht even. Waar staan die andere? Fort Pinta. Hallo? Oh, weet je... Bro, oh nee. Nee. Wacht even.
Nee, we gaan gewoon met de trailer. Sorry, ik was even een error in mijn hoofd. Ik dacht even, wat is het snelst? Maar we gaan gewoon lekker met de trailer. Boeien, kijk even hoeveel Jorvik-shillingen ik heb. Ik heb echt zieke errors. Juist, jezus. Sorry, dat duurde even. Ja, ik ben niet helemaal meer wakker. Oeps. Dus, ja. Dat gaan we... Ik ben heel benieuwd welke kleuren dan... Even kijken, waar staan ze dan? Bij de Jorvikstal. Maar is het dan hier? Of is het bij... Wacht. Oh, ja. Hier staan nieuwe paarden. Dat icoontje. Dus ik neem aan dat het hier is. In de bak. Bij de nieuwe paarden. Oeh. Of is het hier? Waar staan ze nou? Terug. De andere kant. Ik denk dat ze hier staan. Het kan haast niet anders. Wait. What? I mean... Waar staan eigenlijk die andere paarden nu? Ben ik zo dom? Eerlijk, even. Ben ik zo dom? Oh, hier. Obviously. Oké. Wat? Ik ben helemaal in de war. Holy shit. Oké. We hebben dus een zwarte. Oh my god. Oké, laten we op het begin beginnen. God, ik ben echt zo ongelooflijk dom, hè. Deze staat ook in Fort Pinta. Ik had gewoon gelijk hierheen moeten gaan. Want je hoeft niet meer heen en weer. Oh my god. Ik ben echt teringdom. Anyway. Oké, witte. Ik heb de vorige versie, zeg maar van de vorige generatie, heb ik ook een helemaal witte. Dat vond ik gewoon leuk. Dit is met een paar stipjes. Of nee, een paar. Heel veel stipjes. Dit is een... is ook wel leuk, hoor. Heel schattig. Als hij een roze snoetje had, vond ik het leuker. Maar ik weet niet of dat bij de rassen hoort per se. Deze, apart. Beetje bruin. Hou ik het zelf niet zo heel erg van. Deze lijkt heel erg op mijn Pasofino. Of, niet Pasofino, want daar raak ik nu op. Ik bedoel, Peseron. Ook met een P. Oké, dit vind ik toch ook wel echt een ziek beest. Ik vind die ook wel heel vet, hoor. Maar ik zeg je eerlijk, hè. Ik heb echt al heel lang geen... zwart paard meer gekocht. Voor mijn gevoel. Maar ik kan best fout zijn. Ik ga eventjes kijken of ik een zwarte Lipizzano op mijn telefoon gauw kan vinden. Want ik kan wel zien hoe ze er in het echt... Oh my god. Die zijn echt heel mooi. Even kijken. Oeh. Wauw. In het zwart zijn ze vet hoor. Oké. Okay. Ik wil graag altijd eventjes de... gewoon het paard in het echt zien. Weet je wel. Zwart is echt vet. Bruine. Sorry, jullie zien het niet, maar goed. Ja, ook mooi, ook mooi. Maar normaal zijn ze altijd wit. Maar omdat ik dus de andere versie ook al in het wit heb, ga ik nu een andere kleur kiezen. Ik zit eigenlijk behoorlijk te twijfelen tussen deze twee. Nee, ik denk dat ik het wel duidelijk heb. Ik denk dat ik deze ga kopen. Of niet? Kut. Ik weet het niet. Eigenlijk is deze ook heel stoer. Jeetje, ik zit echt te denken, welke paard heb ik voor het laatst gekocht en welke, zeg maar, ik heb eerder een bruine gekocht dan dat ik een zwarte heb gekocht. Laat ik een zwarte doen. Weet je, boeien. Ik ga eventjes lekker een naampje zoeken. Dus ik ben zo meteen bij jullie terug. Oké, misschien een nogal basic naam, maar Ash, want hij is zwart van as. En ik vind het fucking stoer klinken, dus hier ga ik weer lekker fucking 950 starkers uitgeven. Oh my god. Ik heb trouwens niet mijn setje. Oké, wacht. Ik ben echt heel dol. Ja. Weet je, ik vergeet altijd mijn set zo weer terug in mijn tas te doen voordat ik een paard ga kopen. En ik wil graag dat paard nu direct rijden. Zodat ik direct met jullie dat dressuur even kan uittesten. Oh my god. Dus ik moet helemaal weer... Ik wil deze. Die. Jong. Hengst. Oké. Ash. En die. Niks. Oké, heb ik alles? Hengst. Jong. Dat kan ik altijd nog veranderen. Ash. Oké. Dit paard kopen? Ja. Oké, ik wil hem meteen rijden, maar ik wacht eventjes dit af, want dit is schattig. Een zwart paard. Oh my god, jongens. Besef, dat is echt een tijd geleden volgens mij. Hop, hop. 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 Die. Oké. Nou, oh my god, ik heb een zwart paard. Dat heb ik echt heel lang niet gezien. Oh. Oké. Ik was vroeger echt, echt zieke fan van zwart. Oh. God. Holy shit. What? Ik wist niet dat dat er was. Bestond dit al eerder?
What? I'm so confused. Oké, okay, anyway. we gaan de eventjes de gangen testen. Stap. Draf. Best wel mooi. Ja. Dit is echt een hele schattige, leuke galop. Ik vind hem echt heel leuk. Ik ga eventjes uit de bak, want eigenlijk is het niet zo ideaal om te zien. Ik hou van deze galop. En als ons poppetje dan straks geüpdate wordt... Oh my god. Oké. Okay. Oeh, oh my god. Kijk hoe ons poppetje anders zit of zo. Op een of andere manier lijkt het zo. Kijk dan, het zit echt zo een beetje naar achter. Zo van terugzitten, weet je wel. Yo, I love it. Ik ben echt fan. Oké, okay, en dit is de snelle galop. We gaan even gauw hier tussendoor. Ze zit toch echt wel een beetje terug met haar lichaam. Is dat... Bij sommige paarden is dat dus wel en sommige niet. Dat is echt heel apart. We gaan even... Weet je wat? We gaan even gauw toch in deze bak. Ja, laten we dat even doen. Ook even voor de zekerheid van mijn rijvereniging. Zo, zien we niemand anders. Zal ik ook even het normale licht aandoen? Ik bedoel, het is natuurlijk avond voor mij. Maar zo, eventjes wat meer licht. Ik vind echt nog steeds wel wennen hoor, die... Oh, ineens komt er allemaal muziek. Maar ik vind toch wel wennen hoor, die gangen, dat het zo smooth gaat ineens. Heel mooi paard. Nee, echt, ik vind het echt mooi. Oké, okay, snelle stop. De stop bedoel ik, snelle stop voor mij nou. De steiger is heel laag. Geen idee waarom. Oké, okay, dit is echt een leuk... even kijken, eerst achteruit. Heel traag. Sommige paarden gaan juist heel snel achteruit. Maar nu komt het leuke. De speciale pas. Ojo. Oh, ik zie mijn poppetje ook kijken. Oké. Okay. Ik probeer eventjes te kijken of ik iets raars kan vinden. Aan het paard. Maar volgens mij is het aardig goed gedaan hoor. Eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Aardig goed gedaan. Ik vind dit een prachtig thumbnail. Ik weet niet of dit een wordt, maar ik maak wel even een foto. En de speciale pas is denk ik... Oh, nou... Wat goed. Wat een beest, joh. Heel nice. Zagen jullie trouwens al dat ik echt al level 12 of zo dat andere beest heb getraind? Mijn Pasofino? Oh my god. Check even dit. Holy shit, ik vind het echt vet. Ja, dit vind ik echt vet. Ik vind het een heel vet paard. Eerlijk, ik had niet verwacht dat ik hem vet zou vinden, hoor. Dan ga ik weer uitzoomen. Een beetje. En dan gaan we eventjes naar de quest, want die is hier. En de video wordt alweer aardig lang, denk ik. Dus, oké. Okay. Kijk, ik heb al 47 van de 80. Dus ik hoop dat we het gaan halen. De, die 80. Vast wel. Welkom in de dressuurring. Ik mag een dressuurevenement organiseren om mensen deze tak van sport te leren. De dressuur is best populair, maar wordt hier maar weinig bedreven. Je moet vaak reizen als je aan wedstrijden wil meedoen. Ik probeer mensen dus enthousiast te maken als er meer ruiters op Jorvik aan dressuur willen doen. Wordt het misschien hier ook populair? Denk je niet? Dan zouden we trainers en professionele dressuurleden kunnen uitnodigen. Ze zegt, ben ik de enige die de dressuur niet haalt. Dus ik ben benieuwd of ik dat wel kan halen. Straks is het super moeilijk ofzo. Dat klinkt goed toch? Wil je mijn inleiding tot eenvoudige dressuur proberen? Oeh, 20 normale XP. De hele tijd krijg ik strafpunten voor helemaal niks. Oh, dan hoop ik niet dat wij dat ook hebben. Voordat we beginnen vertel ik je... Het belangrijkste aspect van dressuur is dat je alles juist uitvoert. Het gaat niet om snelheid. Ga in plaats daarvan het hoogst mogelijke aantal punten. Hoe verdien je dan die punten? Nou, door de dressuurproef zo perfect mogelijk uit te voeren. Zie het maar als een choreografie van het dans. Je maakt bewegingen op een bepaald ritme, maar in plaats van danspassen moet je je in de ring aantal verrichtingen zo goed mogelijk in de juiste gang uitvoeren. Voor elke verrichting krijg je punten op basis van je prestatie. Die punten lopen van 0 tot 10, waarbij 10 het hoogst haalbare is. Als je een verrichting verkeerd uitvoert, je rijdt bijvoorbeeld in de verkeerde richting of je galoppeert terwijl je in de handgalop moet rijden, krijg je een straf. 3 straffen binnen een verrichting betekent einde oefening. Dan begint je opnieuw of ga je terug naar de training om de verrichting opnieuw te studeren. Maar dit is je eerste keer, dus mag je tijdens deze les gewoon doorrijden. Ook al maak je heel veel fouten. Ik geef ze wel aan, want ik wil niet dat je straks de schuld krijgt dat ik je verkeerde dingen heb geleerd, snap je? Als je er klaar voor bent, loop je in de stap naar het eerste gemarkeerde punt in de midden in de ring. Oké, iedereen is volgens mij een beetje... Vindt het een beetje lastig of zo? Ik zeg je eerlijk, ik ga eventjes wat meer inzoomen. Let op de gangen, ik snap wel wat je bedoelt, maar oké. Oké, we laten even opnieuw doen, hè. Want ik wist natuurlijk wel, dat ik me niet moest stoppen. Maar ik wou gewoon even wat inzoomen. Krijg ik helemaal dat... Oké. Nou, we gaan weer beginnen. Met dressuur, voor het allereerst in mijn Star Stable leven.
Ik ben benieuwd of ik ook strafpunten krijg voor niks. Hierboven staat dus dat je moet stappen. Hier staan denk ik je strafpunten of de punten die je hebt. En hier, oh nee, hier komen de strafpunten en hier komen denk ik de punten die je hebt. Het is trouwens bij elk dressuur heel belangrijk dat je zeer heel goed. Dat doe je door een mooie buiging te maken. Tot nu toe doe je het heel goed. Ik heb helemaal geen buiging gemaakt. Ga rechtdoor naar het volgende meer keer de punt. Oké. Okay. Nou, lekker traag op mijn level 1 paard. Ash. Nog steeds stappen. Wel een nieuw muziekje, of niet? Draai om en kijk links achter. Je ziet het groen nog meer. Oh. Het groen gemerkeerde punt moet ik... Oh ja, oké. Dan moet je aandraven. Nou, vooruit. Ik ben benieuwd of ik het ook ga halen. Uitstekend. Nou, bedankt zeg. Mensen zijn mee aan het klappen. Of in ieder geval, dat is het geluid. Sorry, ik ben even geconcentreerd. Ik praat even niet zoveel. Handgalop. Hoppa. Draven. Oh, dat was niet helemaal goed. Zagen jullie dat? Ja, hij staat wel goed, maar ik had hem even wat later moeten doen, volgens mij. Maar dit moet toch niet uiterst fucking moeilijk zijn? Ik bedoel, het is echt easy. Maar misschien doet die andere het niet of zo, dat hij op de een of andere manier glitcht of zo straks. Geen idee. Ik ben benieuwd. Ja. We hebben natuurlijk ook een ongetraind paard onder onze reet. Dus hij kan het niet helemaal perfect doen. Het gaat nog aardig goed af. Oké, nu moeten we dus daarheen. En dan gaan we denk ik weer buigen of zo. Ja, het lijkt een beetje op druïde training met die pijlen. Eigenlijk is dat het ook een beetje. Gewoon eigenlijk hetzelfde. Het is natuurlijk nog niet echt dressuur. Dit is een beetje hoe dressuur werkt. Nou maak ik wel eindelijk een buiging. Goed. 57 van de 60 punten. Nou, dat is toch echt wel meer dan een dikke voldoende, of niet dan? Mag toch hopen dat het wel gewoon haalbaar is straks. Want dit moeten we waarschijnlijk ook dagelijks gaan doen. En hoe vond je het? Dit was mijn leerling. Je zou nu de basis moeten hebben. Oké, ik organiseer het. Wat is het verschil? Ik ben dressuur, moet je weten. Oké, bla bla. Ik heb niet zoveel zin om dit allemaal te lezen. Laten we het gewoon nog een keer proberen. Dressuur training, dressuur onder de knie. Oh, nou, dan ga ik gewoon dit doen. Want daar krijg ik niks op. 600 paarden XP, holy shit jongens. En 4 van die munten. Het is toch fucking goed. Oh, er zijn geen pijlen. Of komen die straks? Nou, oké. Moeten we dit anders uit ons hoofd leren of zo? Was dat zo? Geen idee. Misschien wel. Zal wel niet zo moeilijk zijn, toch? We moeten even stilstaan en buiging maken. Zo, oké. Nu moet ik stappen. En daar moet ik aandraven. Gewoon... Oh. Waar moet ik heen? Nee! Wat? Hallo, hoe kan ik weten waar ik heen moet? Bro. Is dat het moet ik die training gewoon doen? Zodat het zijn... Dat zal het zijn misschien. Uh-oh. Ik dacht dat die pijlen ook zouden zijn. Bij dit. Maar dat is dus nog net wat moeilijker als dat we dachten. Shite. Oh god. Nou, maak buiging. Oké, dit is echt een hele rare wending ook. We moeten hier stappen. Daar draven. En dan gelijk handgalop en dan links ineens. Volgens mij. Straf toegerekend. Nou. Oh. Huh?
Ik ben een beetje bang, jongens. Dat het niet haalbaar is. What the fuck? Ik ga even de training doen. En dan kijken of is dit hetzelfde of niet. En als het niet zo is, dan is het gewoon letterlijk niet haalbaar. En is er gewoon een fout. What the fuck? Is er iemand die het al wel gehad heeft? Geen idee. Ik loop gewoon op de lijn die ik bij de training ook heb. Misschien moest ik even... Nou ja. Oké. Okay. Oh, we moeten het uit het hoofd... Oh, ik dacht we moeten direct daarheen. Maar we moeten gewoon... Oh, straf. Oh ja, ik drukte op de verkeerde knop. Ik drukte op de Q in plaats van de W. Shit. Oh, we moeten dit uit het hoofd leren. Oh my god. Maar we moeten gewoon de hoeken meepakken. Ik dacht gewoon... Zag mij dan. Dom doen. Net. Oh my god. Oké. Okay. We moeten gewoon... Tuurlijk de bakrand volgen. Ik ben echt dom. We moeten gewoon uit het hoofd leren. Best leuk. Oh, maar dit is ineens... een volte. I mean, sure. Maar dit is wel anders dan wat we net deden. Wel leuk trouwens. Ik denk dat je het wel kan halen. Maar dat je het gewoon, ja, gewoon echt goed moet doen. Logisch. Maar ja, je moet gewoon volten. Je moet gewoon... Oké, okay, misschien denk ik dat ik het straks nog wel kan. Oh, hier weer een volte. Waarom is het goed? Ik dacht dat het uitstekend zou zijn. Dit is nog wel lastig hoor, maar ja, het is wel die 600 XP waard dan. Moet maar hopen dat je dan ook... ik denk dat die lijnen zijn natuurlijk absoluut een hulpmiddel voor ons. Dan moet je rechtdoor. Oh jeetje, ik weet niet of ik dat ga kunnen hoor jongens. Misschien moet ik moet gewoon letterlijk deze opname erbij pakken. Trouwens. En tegelijkertijd spelen. Nee, dat is cheaten. Maar ja, het is wel... Het kan wel. Uitstekend. Draven. Oké. Okay. Draven, oké. Okay. Het moment dat je die cirkel inkomt, moet je... Zeg maar... Ja, moet je teruggaan. Of harder gaan, zeg maar. 74. Ik denk van de 100 punten, maar dat weet ik niet zeker. Of 80, I don't know. Ik weet niet hoeveel strafpunten ik heb gehad, maar best wel wat volgens mij. En hij stopt vanzelf, want ik doe niks. En ik kan klikken op maak buiging. Oh, van de 90. Nou ja, goed. Dan hebben we het op zich goed gedaan. Zullen we een poging wagen? Voor die andere? Ik weet niet of het gaat kunnen. Ik heb die training... Ja, krijg je toch niks voor. Oké, we gaan kijken of het lukt. Het zal wel mooi wezen, want ik wil best wel die XP hebben eigenlijk. Ik ga net zo lang door tot ik het heb hoor. Serieus. Oh, mijn paard is gewoon al level 3. Holy shit. Ik heb ook verschillende paarden geprobeerd. Ik hou zelfs vier bij. Als ik de lijn nog zie. Oh. Oh, je moet echt precies de lijn volgen. Vreselijk afschuwelijk. Ja, ik weet echt niet waar die lijn straks bij die volte zit hoor. Ik weet dat die hier door het kruis heen gaat. En ik denk hierdoor. Oké, okay, kijk. En we moeten niet direct daarheen. We moeten eerst de grijze volgen, obviously. Het is lastig zonder die lijn. Maar weet je, het moet natuurlijk ook niet te makkelijk zijn. Ik vind dat ze het wel goed hebben gedaan. Okay, uitstekend. Goed, we gaan op zich prima. Maar die voltes komen zo meteen. En daar heb ik niet zo heel veel zin in eigenlijk. Mij. Ik weet niet waar het komt. Hier zo, denk ik. We moeten eerst deze pakken. Volgens mij moeten we zo. Maar ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Ik doe maar wat. Ik weet het niet. Volgens mij ging die hier doorheen. Zo, door dat midden heen. Oké. Okay. En dan moet je een beetje een rondje maken in je hoofd. Ik weet niet. Ik heb nog geen minpunt, oké? Okay? Dus... ik doe ook maar wat.
Oh-oh, strafpunt gereden. Oh-oh, misschien ging ik iets... Oh-oh. Oh-oh. Nee! Oh, dit is echt moeilijk. Shit. Oh, dit duurt zo ongelooflijk lang. Jongens, ik weet niet of ik dat in deze video kan gaan doen. Ik ga de rest van de avond denken... Als deze niet lukt, dan ga ik het gewoon... Dan weet ik het ook niet. Iemand is... Er zijn gewoon mensen die dit gewoon al... gewoon letterlijk een video er wel naast houden. Wat ik net al zei. Van, ja, misschien doe ik dat wel. Maar oh, de eerste volte ging echt ongelooflijk goed. Oké, als deze niet lukt, dan ga ik dat gewoon in mijn eentje... zonder opnemen. Gewoon even proberen. Oh my god, kut. Oké, dit is moeilijker dan ik dacht. Shit, sorry. Nou ben ik echt benieuwd hoe andere mensen dit hebben gedaan, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan gewoon door. Ik had eigenlijk gedacht dat het makkelijker zou zijn. Oh my god, ik dacht gewoon... Ja, letterlijk dat we gewoon die pijlen moesten volgen, ook bij de echte dressuur, zeg maar. Oh. Oh, ik dacht even dat ik strafpunten kreeg. Nou ja. Dat was niet. Oké, ik denk dat het ja, nog steeds door hier zo ongeveer. Ik weet het niet, jongens. Dit gaat wel goed. Maar de tweede volte ging dus net helemaal niet goed. Oh, nou weet ik even niet meer wat ik moet doen. Moet ik gewoon zo doorgaan? Oké, blijkbaar. Dit gaat niet goed. Deze. Kijk, ik heb nu al een strafpunt. Ik maak hem dit keer korter. Dat is beter. Strafpunt toegerekend. Tweede, ja, nu gaat het af. Ja, nou, ik weet niet wat ik fout deed, eerlijk gezegd. Maar dat ga ik straks allemaal doen. Ik ga de video afsluiten, want het duurt allemaal weer veel te lang. Ik heb nog maar 2000 starcoins, jongens. Oh my god. Ik ga eventjes kijken of ik dit nog kan fixen voordat ik ga slapen. Maar goed, ik heb laten zien hoe het moet. Of in ieder geval, ik heb niet laten zien hoe het moet, maar wel wat het is. Dus ik hoop dat ik het kan uitvogelen. En ik hoop ook, als jullie het hebben uitgevogeld hoe het moet, laat het even weten in de reacties. Of misschien dat er wel gewoon echt een fout in zit. Laat even weten of jij het wel hebt gehaald. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus tot dan. Doei doei.